Een beetje googelen en je kunt al snel een DNA-test bestellen. Maar is dat ook een goed idee? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Voor een DNA-test hoef je eigenlijk helemaal niet meer naar een lab. Hè? Je kan het gewoon lekker thuis zelf doen. Ja, dat klopt. Dat komt omdat de techniek om dat uit te lezen, DNA, die is zo goedkoop geworden en zo makkelijk dat eigenlijk ook allerlei bedrijven dat gaan doen. En zoals je weet is het DNA de code die je cellen eigenlijk uitlezen om te weten hoe je lichaam moet functioneren. En dat betekent dat als je die code leest, dan snap je dus ook iets over hoe je lichaam werkt. Wat kun je dan precies uitlezen uit het DNA? De eigenschappen van je uiterlijk, hè, je haarkleur, je oogkleur, dat soort dingen kun je vrij goed in je DNA terugvinden. Iets over de afkomst van je verre voorouders, dat kan ook. En natuurlijk ook wat er misgaat in je lichaam, dingen, foutjes die erin zitten. En dan kom je dus uit op ziektes, erfelijke ziektes. Dat is wel echt iets waar je DNA iets over kan vertellen. Maar zoiets als of ik muzikaal ben, intelligent, dat kan ik er niet uithalen. Nou, dat zijn dan precies die dingen die eigenlijk te complex zijn. Die laten zich niet aflezen op basis van 1 of 2 genen. En mensen die suggereren dat dat wel kan, die proberen je eigenlijk een beetje te misleiden wat mij betreft. Nu heb je online allerlei dat soort commerciële bedrijven die dat soort testen aanbieden. Wat is dan de grootste onzin die jij tegen bent gekomen? Wat ik echt onzin vind, dat is het DNA daten. Dat is, geef me jouw DNA en dan kijken we wie het beste bij jou past. Nou, dat is natuurlijk echt belachelijk. Ik ga liever naar de kroeg om daar iemand te leren kennen dan op basis van iemands DNA. Ja, en wat is dan wel zinvol? Nou, bijvoorbeeld een dragerschapstest. Dat is een test die je doet als je besluit dat je samen een kindje wil maken. En in Nederland bieden we die aan vanuit het ziekenhuis. Maar je kunt hem ook gewoon online bestellen in België bijvoorbeeld. En omdat we in een lab staan, leek het ons een interessant idee om zo'n dragerschapstest te doen. Om te kijken of Mark en ik, hypothetisch gezien, een gezond kindje zouden krijgen. Met zo'n dragerschapstest kijk je dus of je risico loopt op een kind met een erfelijke ziekte die je zelf niet hebt. Je hebt van alle genen er 2. Als er 1 van die 2 kapot is, heb je er zelf geen last van. Maar als je nou een partner hebt waarbij datzelfde gen ook kapot is, en die partner heeft er ook geen last van, dan kun je toch een kind krijgen met die erfelijke ziekte. Mijn zaadcellen, daarvan is 50% dan aangedaan. De eicellen van je partner zouden ook 50% van verkeerd zijn. En als je dan die samen laat komen, betekent dat dat je 25% kans hebt op een ziek kind. En om dat te testen, hebben we flink wat speeksel verzameld, in een potje gestopt en opgestuurd naar België. Ik denk dat je deze test samen doorstaat, dan ben je klaar. Ben je er klaar voor, ja. Laten we de resultaten er maar bij gaan pakken. We hebben dus gewoon een e-mailtje gekregen met daarin de informatie. Laten we eerst even bij die van mij kijken. Hier staat, we hebben 175 ziektes getest. Doofheid, blindheid, taai-slijmziekte. En dan hieronder staat de conclusie. In geen enkel gen van de 175 ziektes die werden getest, werd een variant gevonden. Ja, dat is hartstikke mooi nieuws. En dan even bij die van jou. Kijk, het staat hier hetzelfde. In geen enkel gen van 175 werd een variant gevonden. Nou, we hebben allebei geen afwijking. Nee, het is helemaal niks. Ze hebben echt niks kunnen vinden. Dus eigenlijk best bijzonder. Allebei hebben we op geen enkel van deze plekken een mutatie. Maar als ik dit zo zie, dan denk ik dat het eigenlijk best wel een goed idee is als wij een kind gaan maken. theoretisch gezien kunnen wij een gezond kind op de wereld zetten. Maar laten we het voorlopig maar bij theorie houden. Oké, nee, is duidelijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, nou, lekker makkelijk, een beetje speeksel opsturen naar België en dan weet ik ook gewoon waar ik het toe ben. Ja, wij hebben het dus online gedaan en dat kan iedereen doen. We hebben het naar België gestuurd, Belgische bedrijven bieden dat aan. In Nederland mogen Nederlandse bedrijven dat niet aanbieden. Eigenlijk omdat we besloten hebben dat er altijd een dokter bij moet zijn. En ik vind dat eigenlijk wel een goed idee. Maar kun je dan aan mij en aan de kijker uitleggen, wat moet je dan doen als het nieuws slecht is? Nou, wat je moet doen, dat kan ik niet voor je bepalen. Er zijn een heel aantal opties en die zijn echt best wel heftig. Je kunt kiezen dat je geen kind neemt, maar dat lijkt me niet waarom je hier aan begonnen bent. Je kunt een andere partner kiezen of misschien een zaaddonor. Als je er wel voor gaat, kun je ook gewoon zeggen, nou, we nemen de gok en we kijken wel of het kindje gezond wordt. En je hebt nog 2 andere opties en die zijn allebei best heftig. Je kunt het kindje testen als het nog in de baarmoeder zit. Of je kiest voor embryoselectie en dat is een IVF-behandeling en dat is super ingrijpend. Bovendien moet je ook eens even heel goed nadenken over je privacy. Je hebt DNA opgestuurd naar een bedrijf, in ons geval in België. Wie mag er eigenlijk bij? Wie mag dat zien? Je zorgverzekeraar misschien? De politie? Ik heb geen idee. En ik denk dat je daar eerst eens heel goed over moet nadenken en eens heel goed moet vragen hoe dat precies zit, voordat je zomaar je DNA naar allerlei bedrijven stuurt. Je eigen DNA opsturen en laten analyseren wordt dus makkelijker dan ooit. Maar of je alles ook moet willen weten, dat mag je zelf bepalen. En dit was het lab. Vond je dit nou een leuke video? Dan moet je je hier abonneren. Hier. En wil je meer wetenschap? Klik dan hier.